dus op 100 meter van het startpunt. En achter de auto van Max Lady. En de start is gevallen. Begon met achterstand van Max Lady door een korte galopaarde en de leiding wordt genomen door Maldini Pellini. Buitenkant daarnaast New Sunshine, daarachter gaat mee naar voren. No One Else en daarachter aan de relingzijde ligt Kayla Kingsdeep. Driedik gaat de eerste bocht door, maar heeft wel een goede start gehad. Eos Font, die kan nu ook inparkeren in het tweede spoor. Maar daar heeft hij geen paard voor zich, want het paard voor hem is een trainingsgenoot die heel hard doorrijdt naar de kop. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Buitenkant is dat No One Else en die neemt nu de leiding over. No One Else, Maldini, Pellini. Daarachter volgt dan de rest van het veld. Plaats 3 is voor New Sunshine. Daar komt Eos Font al aan. En Tesla zal nu denken, dat is niet zo heel fijn. 2 Engweda paarden voor je. 11-7 is de opening. En die andere Engweda, die gaat nu overnemen. Dat is Eos Font. Eos Font gaat de leiding overnemen van No One Else. Daarachter volgt op plaats 3 Maldini Pellini. Dan New Sunshine. Daarachter volgt Kayla Kingsdeep en de rest van het veld daar dan weer achter. Maar die kunnen voorlopig even niet inlopen. Daarvoor gaat het te hard. De opening was al 11 en het tempo is er nu al ietsje uit. Maar het gaat nog steeds behoorlijk. De eerste paard dat aan de buitenkant naar voren probeert te komen is het nummer... Dat is niet te zien. Dat is Niels van der Tol die daar rijdt. Dat is Montoya Transair. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune door. 13-7 voor de tweede tussentijd. En zo gaan we de laatste kilometer in. Eos Font leidt. Eos Font, No One Else. Daarachter volgt Maldini Pellini. Tesla kijkt waakzaam opzij en ziet Montoya Transair aan de buitenkant dichterbij komen. Besluit voorlopig nog even te blijven zitten. New Sunshine ligt ook aan de relingzijde. Kayla Kingsdeep ook. Daarnaast in het tweede spoor ligt Jeffrey Miras met Carina Charisma. Is een van de medefavorieten, maar die moet nog heel veel werk gaan verzetten. Daarachter ligt ook nog Leo GS. Daar gaat Carina Charisma naar het derde spoor. Gaat nu de aanval openen. Dat heeft Tesla ook gezien en die gaat nu zelf ook. Maldini Pellini gaat naar het tweede spoor. Aan het derde spoor komt Carina Charisma aan. De koploper is nog altijd Eos Font en die loopt nu 17-9 over de derde 500 meter. Paarden gaan de laatste bocht in. En heel veel snelheid aan de buitenkant van Carina Charisma. Die is in de achtervolging op de weg gelopen Eos Font. Maldini Pellini heeft het een stuk moeilijker. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. Lengtevoorsprong voor Eos Font. Carina Charisma wordt even ingeparkeerd, maar krijgt daardoor wel een beetje moeite met de loop. Jeffrey Miras houdt hem op de been. Helemaal aan de buitenkant komt Leo GS naar voren en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Galoppade nu van Carina Charisma en loopt ook meteen weer. Eos Font, Carina Charisma. Tussen deze twee gaat het nog steeds om de winst. Carina Charisma is nu voorbij. Carina Charisma, Eos Font. Nummer 2 galop. En het is Carina Charisma die gaat winnen. Eos Font wordt tweede en Leo GS gaat naar de derde plaats. Tijd van de winnaar, 14-9.